de dag. Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto boven het oosten van het land weinig wolken, boven het westen een paar witte plukken. En dat zijn buien die trekken in de loop van de ochtend naar het oosten. En daarbij kan het ook onweren. De temperatuur vanochtend 6, 7 graden en de wind draait geleidelijk aan naar het westen. Is matig boven land windkracht 4, aan zee vrij krachtig windkracht 5. Vanmiddag wordt het 10, 11 graden en zien we een afwisseling van zon, wolken en nog een enkele bui met kans op onweer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, vooral landinwaarts, en koelt het af naar 4 tot 6 graden. Vooral in het noordwesten kan nog een enkele bui vallen. En morgen zien we een afwisseling van zon en wolken en ook nog een enkele bui. Het wordt in de middag 8 tot 11 graden en de wind waait vanuit het noordwesten is matig rond kracht 3 tot 4. De dagen daarna hebben we te maken met licht wisselvallig lenteweer. Elke dag is er kans op een bui, maar er zijn ook zonnige momenten met af en toe wat wolkenvelden. En de temperatuur die schommelt tussen de 9 en de 12 graden. Maar de nachten zullen toch aardig koud gaan verlopen. Dit is Diane Woei van Weerplaza.nl.